Gerben de Knecht, het WK zit erop. Wat is de eindconclusie? Dat we 5 medailles halen, maar die gouden die ontbreekt, die kers op de taart, hadden we natuurlijk bij de elite mannen graag willen hebben. Ja, heel, heel jammer. Mogen we dan zeggen dat het een iets minder geslaagd WK is? Nou goed, als je mij vooraf had gezegd, je haalt 5 medailles of we halen 5 medailles, was ik zeker tevreden geweest. Maar goed, wat ik net zeg, ja, de kers op de taart ontbreekt en het is een beetje een anticlimax. Het zit een beetje met dubbele gevoelens, ja absoluut. Mathieu kwam meer natuurlijk om te winnen en zeker niet om derde te worden. Ik vind het trouwens knap dat hij nog derde wordt, siert hem zeker. Maar ja, ik zit wel een beetje met dubbele gevoelens, ja. Hadden jullie dit zien aankomen? Nee. Waarom niet? Nee, nou goed, mijn rol bij Mathieu is natuurlijk niet zo super groot, daar moet je heel eerlijk in zijn. Maar ik heb natuurlijk staan veel in contact met hem. Alles leek goed te zijn, de sfeer in de groep was goed in het hotel, alles was prima voor elkaar, ook logistiek. Dus ik denk niet dat daar fouten zijn gemaakt, hij is ook niet ziek. Hij gaat hier natuurlijk wel heen als de favoriet. Iedereen zegt hij kan niet verliezen, maar ja, het is nog steeds een jonge gast, die moet het maar even doen. En is vandaag dan niet gelukt, dat is ontzettend jammer. Waar ligt dat dan aan? Toch stress? Ja goed, je kunt hem direct zelf nog eens vragen. Ik denk zelf, goed, een beetje druk, mindere dag. En dan rijdt Van Aert weg op dat parcours en dan ga je toch een beetje doemdenken. En dan wordt het heel lastig. Hè. Nogmaals, vind het wel knap dat hij op het laatst toch nog schakelt en knokt voor die derde plek. Want dan neemt hij toch mee naar de komende weken. Dat hij toch nog heeft geknokt. En meer kan ik er ook niet van maken. Dankjewel.